In de volgende vlog ga ik het met je hebben over de lekkerste boom van Nederland. En nog een bijkomend voordeel. Hij helpt heel goed tegen de muggen. Dus kijk snel. Want vandaag ga ik het met je hebben over de lekkerste boom van Nederland. De vlier. En je kan de vlier werkelijk overal tegenkomen. Misschien staat hij wel in je eigen tuin. Maar ook in een natuurgebied. Maar ook gewoon in een stadspark of aan de kant van de weg. Want die vlier, die stelt heel weinig eisen aan zijn omgeving. Als er maar een beetje organisch materiaal is waarvan die groeit en een beetje stikstof. Dus dat is een heel algemeen voorkomende plant in Nederland. En zo'n vlier, dat is meestal gewoon een beetje de hoogte van een struik. Maar je ziet het, deze is wel 1 meter of 6. En ze kunnen zelfs wel 12 meter hoog worden. En het is best wel fijn hoor, dat zo'n vlier algemeen voorkomend is in Nederland. Want het is een echte huis-, tuin- en keukenplant. Werkelijk alles van deze heester kun je zelf gebruiken. Het blad, als je de blaadjes kneust, werkt dat heel goed tegen de muggen. Ik denk dat ik dat maar even ga doen hier, want het is echt muggentijd. Maar ook de bloesem. Deze tijd van het jaar, zo halverwege mei tot begin juli, worden dit hele mooie schermen. Heel goed herkenbaar. En van die bloesem, die kan je plukken. Daar kan je limonadesiroop van maken. Echt ontzettend lekker. Je kan het ook meebakken met bijvoorbeeld je pannenkoek. En in september, dan maakt die bloesem plaats voor besjes. En van die bessen kan je liqueur maken, vlierbessensap, jam, wat je maar wil. Deze boom is eigenlijk echt een heel voedselpakket voor ons. Maar natuurlijk eten ook de dieren hiervan. Edelherten die knabbelen graag aan dit lekkere blad. Vogels komen in het najaar heel graag naar de besjes toe. Dus laat ook wat over voor de beestjes. En twijfel je nou of je de juiste bloesem voor jouw vlierbessensiroop te pakken hebt? Hij lijkt namelijk best wel een beetje op de bloesem van de Gelderse roos. Breek dan even een takje door de midden. En dan zal je zien dat de binnenkant van zo'n takje van de vlier echt heel kurkachtig is. En dat is echt anders dan die van de Gelderse roos, wat veel houtachtiger van substantie is. Nou, heel veel plezier met het ontdekken wat je allemaal met de vlier kunt doen. En ik ben heel erg benieuwd wat je wil horen in mijn volgende vlog. Laat het even weten in de comments hieronder. Tot de volgende keer!